Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 22 juni. Avond komen er lokaal enkele buien voor die met onweer gepaard gaan. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. In de avond van 21 op 22 juni komen er in alle districten met uitzondering van Marowijne en Komowijne perioden met onweersbuien voor, gepaardgaande met windstoten. Marowijne en Komowijne zullen tijdelijk bewolkt zijn. Morgenochtend krijgen we lokaal enkele regenbuien. In de middag en avond komen er lokaal lichte, soms matige buien en geïsoleerde onweersbuien voor. Meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 22 juni vooral in het kustgebied lokaal een matige onweersbui mogelijk is.